You're so funny. Hi. Oké, dat was super suf. Anyway, hallo, dit is dag 3. En ja, we zijn gisteren dus met jullie op stap geweest. Vandaag hebben we besloten het gewoon even wat rustig aan te doen. En we gaan waarschijnlijk gewoon wat Japans oefenen. En we gaan rustig ergens eerst even binnen zitten in een etentje of zo. En dan buiten zitten. Het is op dit moment... Hoe laat zal het zijn, Jen? 1 uur? Sorry. Oké. En ja, we gaan dus in een parkje zitten en opzoeken. Of toch gewoon naar een barretje of zo. We zien wel. We weten ook nog niet waar we naartoe gaan. Maar dat zien we vanzelf wel. Misschien blijven we in Kamata. Misschien pakken we gewoon het OV ergens naartoe. Een random station. We weten het niet. We zien het wel. Ik heb zo'n ongelooflijk medelijden met die mensen die daar zo moeten werken. Er staat daar 1 fan. En dat is denk ik alles wat ze daar hebben. Voor de rest zitten ze gewoon in volledige kleding. Broek, korte mouwen shirt, een helm, alles. En het brandt echt hoor, die hitte. Ik garandeer het je. Het gaat dus best wel goed met de Demon Tower / Yakuza Hideout. Dus ja. Keep up the good work, boys. Constructie! We zijn onderweg. Woo! Anti-Akuma countermeasures. Goed, wij wouden dus naar een park. En oh, op die manier. Ik ga even uitzoomen. Hoi, Chen. Hij moet erop staan, vond hij. Mooi. Wij willen dus naar een park toe, gewoon om rustig en chill. Blijkt daar zo'n dierentuin te zijn. Helemaal daar. En allemaal leuke dingen. Ik wou zeggen universum, maar ik bedoel een museum. Ja, bij dezelfde. En een bootpan. Allemaal leuke dingen zijn te doen. Allemaal in het Bueno Park. Because Bueno is goed. En nu zijn we aan het uitzoeken waar we zijn. En weet je dat dan? Ja, kijk, dit is het park. Oh, ja. En waar zijn wij? Dat is wat we eigenlijk willen weten natuurlijk. Dat ook nergens staat. You are here. Ik ja. Zou. We hebben hem gevonden. Oké. Dus we kunnen van alles gaan doen. En we gaan nu even overleggen hoe en wat. Goed, daar is dus de zoo. Daar zijn nog Starbucks en zo. En wat daar is, weten we niet precies. Maar het ziet er in ieder geval heel leuk uit. En we gaan gewoon ergens neerpleuren en relaxen. Dr. Peppa. Voor Madosa en Pistol. Precies. We gaan eerst naar deze kant, naar rechts. En het is heel groot. Het is echt huge. Afvalbakken. Ja, die zijn bijzonder. Die zijn rare. Wat zei je? Hier hebben ze gelukkig wel. Ja, hier hebben ze gelukkig wel, dat is waar. En dan zo meteen naar toe. Be clean! Nou, we hebben er gekeken. Dat was leuk, hè? Ja, dat was leuk. Gaan we nu weer naar huis? Nee. Nee, we gaan naar de andere kant daar. Dus, en daar zouden de chille plekken moeten zijn. Dank je. Dus, maar ik word er wel van naar huis gaan. Nee. Van die en trouwens, als ik huis zeg, dan bedoel ik hotel. Ja, nog steeds. Nog steeds suf, maar. hier staat trouwens Juban. Jubun. Wat genoeg betekent. Weet hij zomaar. Jubun Janail. Nope. Not yet. Not today. Nee. Dit is de achterkant van de gate van de Toshogu. En het is super mooi en surreal, weird. Echt bizar om hier te staan. Ja. En die cicadas, jongen. Ongelooflijk. Ook bizar. Dus we gaan kijken. We zijn net geholpen door een lief vrouwtje. En we dachten dat we verdraaid waren, maar het is oké. Dus we gaan nu kijken wat we gaan doen. We hebben de alarmcentrale gevonden. Onder de cicadas. Ik weet niet wat we fout hebben gedaan, maar... De Japanners willen ons weg hebben, denk ik. Echt heel hard. Harder dan je denkt. Hoeveel cicadas zitten hier dan wel niet om ons heen op dit moment? Ja, duizenden. Ja. En je ziet er geen één. Nee. Dat is bizar voor woorden. Allemaal in de bomen. Alsof de bomen het geluid maken. Weird. Ai, we zijn...
even kijken hoor. Langs een heleboel plekjes gelopen waar we veel foto's hebben gemaakt. Onder andere bij een shrine, een waterspot, zeg maar, ergens met water en bakjes en zo. En langs een auto. En toen zijn we verder gelopen en nu zijn we, zeg maar, hier zo. Dit is een soort van, ja, rustig, chill parkplekje. Daar zo is een restaurantje en zo. En eetje in het rook. En we zijn gewoon een beetje relaxed aan het chillen. En we zijn ook langs een plekje geweest waar lunch heel lekker is. Schijnt te zijn in ieder geval, rijst en vlees en alles. Dus daar gaan we naartoe. En je moet even wat zien. Ik denk dat het een bruiloft is. Ik denk het ook. Het is waarschijnlijk cosplay, ja. Maar Akihabara zou zijn, zou het kosten. Ja, ja, dan zou het kosten zijn. Want je biertje bruiloft niet in Akihabara. Maar ja, het is relaxed. Ik begin een beetje te wennen aan de hitte. Al scheelt mijn lijf wel dat ik naar koelte moet. Dus zometeen als we gaan lunchen, dan is het lekker cool waarschijnlijk. En voor de rest is het gewoon even chillen en kijken wat we gaan doen. Morgen gaan we naar het vuurwerkfestival waarschijnlijk. Met Rotterdam. En dat wordt ook leuk. En ondertussen, ja, de cicada's, daar ben je aan. Dat hoor je op een gegeven moment niet meer. Maar goed, dus dat is voor morgen het plan. Goed, we hebben dus gechillaxed. En we zijn terug gaan naar een plekje. Naar dat zaakje. Nou, een mooie wandeling. Ik ben echt super Japans. Even laten zien wat halen. Dit is zeg maar een eel-restaurant blijkt. Nou weet ik niet 100% of ik eel lekker vind. Maar we hebben twee bento-boxes gehaald. En daar moet vast wel wat lekkers tussen zitten. Het is ook redelijk prijzig. Dit is rond de 25 en dit is rond de 18 euro. Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Voor twee mensen? Ja, voor twee personen. Het is het normale restaurant. Ja, in Japan dan. In Nederland is het ook ja, een restaurant. Dus hier zal vast wel lekker tussen zitten. Vind ik niet lekker, dan hou ik gewoon even ergens wat. Maar we weten nu wel. Super Japan, zeg maar. Ja, echt, zo kijk, het kan. Dat hier. Ja, zij kwam dus hier. Zij brengt eerst deze touwels en dan het steentje met deze stokjes. Echt ja. Geweldig. Want dus, als er geen steentje is voor de chopsticks om op te liggen, dan is het niet goed, hè? Nope. Dat kan niet. Maar ja, heel gaaf dus. Ik ben een beetje een scheidend als ze met nieuwe dingen proberen. En zeker met eten. Ja, want het is mijn avondeten, dus het moet wel goed zijn, zeg maar, 9 van 10 keer. Maar goed, dit is prima. En fijn, het lot heeft het bepaald. Exactly according to Keikak. Wat is lot? Denk niet. Volgende keer zeg ik het. Ja. Status update op het eten. Ik heb dus die bento boxes genomen. Er zaten 5 van deze dingen hierin. Ik heb er 3 op. Oh nee, wacht. Hoeveel zaten er in? 1, 2, 3, 4. Ik heb er 1 nog. Jij hebt er 2. Ah, jij hebt er nog eentje. Dit zijn heerlijk. Deze pitjes zitten ook in het brood wat ik in Nederland eet. Waldkorn. En ze zijn verrukkelijk. Dit is een soort seasoning, denk ik. Sojasaus, blaadje, hana, bloemtje. Vis is eetbaar, niet preferable. Dit heb ik nog niet op. Wasabi vind ik liever niet. Dit ziet er gewoon uit. Etienne heeft dit geprobeerd. Vindt hij niet heel lekker. Textuur vindt hij niet fijn. Dit nog niet geprobeerd, maar het is hard, dus ik vertrouw het niet. Dit moet. Ik vind mezelf zo. Dit is de KFC in bento vorm. Dit is gefrituurde. Oké, het is FFC. Fried. Wacht. Kentucky. Het is. Nee. KFF, Kentucky Fried Fish, dat is dit. En het is heerlijk. Ik heb er eentje van de chain gekregen. Heb ik dat al? Ik dan nog. Oh, dat mag niet. Hij is met je chopsticks. Gaan weer. Kan niet. Money? Kan niet. Alles. We hebben bento gegeten, voor zover dat lukte. Tsugeoshi. Was heel lekker. Heel aardig personeel. Prima eteentje. Ja. Je doet net een heleboel dingen geprobeerd die er nog nooit op had. Ja. En ik zit vol, ook nog. Dus helemaal top. En we lopen nu weer bij dat ene, daarachter is die gouden shrine. En nu lopen we door die poort weer. Het begint al een beetje donker te worden. En nu gaan we kijken wat we gaan doen. Waarschijnlijk toch nog even chillen. Ik vind de temperatuur nu heel aangenaam. Dus dat is fijn. En ja, we zien wel. We zijn na het park naar
de stad in gegaan, omdat we even ergens anders waren gaan zitten. Toen werden we afgeleid door een mangazaakje. Dus we hebben enorm veel manga gekocht. Echt, dit is zeg maar al een groot deel. Hallo! Hey Chen, echt al lekker. Juist. Even kijken. Laatste keer waren we in de Mac. Oké. Laatste keer van de video waren we in de Mac. Even kijken hoor. We zijn naar Don Quixote geweest. Don Quixote. En daar hebben we heel eventjes om een kimono of een yukata te zoeken. Hebben we niet gevonden. En We hebben Oreo's gevonden. Ja, we hebben Oreo en Dr. Pepper gehaald. Voor Madel Scientist top. En dat is een reference. En even kijken hoor. Vervolgens waren we met de verkeerde trein gegaan. En toen zijn we totaal even een uurtje gereisd of zo. Met de tv. En toen zijn we terug in ons hotel. En nu ben ik gewoon eventjes de video aan het editen van Akihabara. En die upload ik dan. Vervolgens ga ik foto's noteren en dan ga ik slapen. En gaan we morgen... Ik denk dat ik morgen wel mee ga om een yukita te halen, want ik vind het wel gaaf. Morgen gaan we dus vuurwerk kijken. Een Hanabi show bijwonen. En dat vraagt om een yukita waarschijnlijk. Dus die ga ik ook halen. Denk ik. En ja, dat was vandaag. Dus bedankt voor het kijken alweer. En tot de volgende keer. Mata. Mata, hasta.